Met Kopman op pad? Ja, ik begrip het. Dat lijkt me mooi. En waar binnen we vandaag? We zijn hier vandaag bij de kledingbank. Kledingbank Drenthe, om helemaal goed te zeggen. En met wie ben ik aan de praat? Ik ben aan de praat met Henk Udding. Henk? Ja. Goeiedag. Ja, Hendrik officieel voor de wet, maar... Hendrik officieel voor de wet? Hendrik. Hendrik. Nee, geen Hendrik, maar Hendrik. Hendrik? Juist hem. Dus het had eigenlijk Hink moeten winnen? Dat weet ik niet. In plaats van Henk? Ik heb me de laatste jaren ben ik met Henk gaan nu, mijn baby. Het maakt me niet zoveel uit, dat is bies mijn naam, heeft, vind ik. Henk, dankjewel dat als wij vandaag eens even met u mag praten. Want wij horen her en der en ook in de Hogeveense politiek, armoede bestaat niet in Hogeveen. Nee, de gemeente daar ook niet veel contact met. Dat doet weinig voor ons. Maar ja, er zijn toch nog mensen die hier langs komen om kleding te halen. En die ben dankbaar dat ze hier kunt wezen om kleding, de gratis kleding op te halen. Nou, hebben wij, voor een paar weken vroeger, hebben wij een getal van iets meer dan 1200 in Drenthe. Hoeveel bent u dat ongeveer in Hogeveen? Nou, ik heb vanmorgen nog helemaal gekeken in de computer. We hebben ongeveer 350 gezinnen die hier ingeschreven staan. In totaal ongeveer 450 volwassenen ben dat dan. Dat ben de alleenstaande gezinnen en ook gezamenlijkstellen. En ongeveer, meen ik ook, 400 kinderen zitten binnen. Dus in totaal ongeveer 1000 mensen zeg maar, die hier gebruik maken van de winkel. En dat is niet alleen Hogeveen, maar is de grote de wiede omtrek, zeg maar. Maar dat is een bulder. Dat is een bulder. Ja, dat ben een bulder mensen, ja. Ik bedoel, dan praten we over 1000 mensen die niet met kunnen doen aan de normale details. Nee. Die hier met komen wanneer ze zich weer een beetje warmpies en een beetje droog kleden wil. Nu komt het wel op neer, ja. Ja, en sommigen die maakt er dankbaar gebruik van. Als je een groot gezin hebt, dan is kleren kopen ook geen pretty, zeg maar. Dan moet je grof geld betalen. Als je goede kleding wil kopen, dat kost geld. Tegenwoordig, hè? Ja, nou ja, daar valt hij zo west natuurlijk. Maar ja, geld wordt steeds minder waard, dus je moet steeds meer metnemen om nog een broek te kopen. Maar als je nog houdt dat... wij hebben gewoon hele goede kleding. Er worden bulle kleding in de kledingcontainer gegooid. En dat is gewoon goede kleding die door mensen te dragen is. En ze zeggen van, nou, we willen wat nice hebben. En dat is geen rommel. En ja, als er rommel tussen zit, dan halen we er allemaal uit en dan komt die in de winkel terecht. Ongeveer de helft van de kleding die ze bij binnen creëert, schat ik ongeveer, die giet gewoon weg. Dus die komt niet in de winkel terecht. Maar hoe kan het dan, als er 1000 mensen bent en die met 1000 mensen maar die voorzien van goede kleding, nette kleding. Hoe kan het dan dat de gemeente zegt van, er is geen armoede nog vinden? Ja, dat weet ik niet, maar dan moet ik een interview met de gemeente houden. Nee, ik weet dat niet. Ik zie deze mensen hier. Ja, en er zijn mensen die niet te veel te besteden hebben. Niks te besteden is natuurlijk een groot woord. Maar die komt hier omdat ze geen geld hebben voor kleding. Maar zit daar ook een persoonlijk aspect bij? Dat hij zegt van, hoe kon je nou zo dat hij naar die kledingbank toe moet? Ja, voor mij bedoel je of voor die mensen? Voor die mensen? Ja, maar die mensen die komt ook niet allemaal bij die kledingbank. Ik bedoel, er zijn nog een heleboel die hebben de schroom om hier te komen. En die komt gewoon niet. Die zien we dus ook niet. Want die vindt het wel een beetje gênant om in andermans kleding te lopen. Ja. Sommigen die vinden het gewoon fijn. Er zijn ook mensen die gaan naar het goed toe. En die kopen tweedehands kleding. Niet omdat ze armoede hebben, omdat ze daar gewoon leuke kleding hangt. En graag in zulke kleding wil lopen. Maar hier zijn natuurlijk mensen die dus aan de onderkant van de samenleving zitten. Mensen die durven wezen worden door de sociale dienst, of durven wezen. Ze kunnen met de sociale dienst een formulier ophalen. Zet de gemeente Hogeveen een stempel op en die bent dan hier welkom om je kleding te halen. En komt jullie kleding allemaal vanuit die kledingbak, hoe noem ik dat? Is dat zo? Kledingcontainer, ja. We hebben er eentje bij de kerkboerderij staan en we hebben er nu eentje aan de Galvaniestraat staan. Maar daar hebben we ook nog een sorteerdependance. En daar hebben we ook een kledingcontainer staan. En ja, uit die twee containers komt eigenlijk de meeste kleding voort. Waarbij de kerkboerderij iedere week de kledingcontainer vol zit. En ja, door sorteren we het. En dan kijken we waar we gebruiken kunt.
En ja, het is nu straks weer wintertijd. Dan mogen we ook weer kleding voor hebben. Dan gaan we de hele winkel weer leegmaken hier. En we gaan allemaal weer winterkleding erin hangen. En wat doen jullie met die kleding, Henk? Deze kleding? Nou, die zomerkleding, die kinderkleding, die doen we allemaal netjes in bananendozen of in zakken. En dat gaat naar Gambia toe. Dus de zomerkinderkleding, zeg maar, die gaat. Er zijn een aantal instanties hier in Hogeveen die maakt. Zo één of twee keer in het jaar reizen naar Gambia, die ben ik bezig met een school op te zetten enzovoort. Of een school te bouwen en ja, die nemen ook kleding mee. Dus dat gaat daar weer naartoe en die andere kleding, die verkopen wij. Tegen een geringe vergoeding, want kleding is op het moment niet zo veel meer waard. En van die vergoeding daar betalen we de huur en de vrijwilligers van. Juist, want ik wil zeggen, er kan wel een hele bulte met dichte portemonnee, maar alles met dichte portemonnee. Nee. Dat zal ook in de gemeente Hogeveen, hè? Niet vanzelfsprekend zijn. Nee, nou ja, de gemeente Hogeveen, het enige contact wat u door maar hebt, dat is een aanslag van de WOZ. En voor de rest doet de gemeente Hogeveen niks voor de kledingbank. En ja, we moeten toch zelf zien dat we de broek ophouden. Ja, nou ja, als dat zo is. Kijk, als de gemeente zegt, er is geen armoede, hebben ze ook geen belang bij de kledingbank en ook geen belang bij de voedingsbank. Nee. En toch bent die ding allebei de. Bestoort ze en wordt ze nog heel druk bezocht ook. Dus arm zit toch een mankement die. Ja, ik denk het, maar dat kan ik niet oplossen. En ik weet ook niet hoe dat opgelost moet worden. Maar goed, het is ook met hoe je er zelf in staat. Ik bedoel, als je zegt van nou, er is geen armoede en je doet er gewoon niks aan. Ja, dan gaan er geen mensen dood. Zo erg is het niet in Hogeveen natuurlijk. Maar goed, dan heb je wat minder te besteden. Ik bedoel, als je kleren moet kopen voor de kinderen in plaats van hier een keer wat kleding uitzoeken. Dat is wel een verschil natuurlijk. Want die centen kunnen we voor andere dingen gebruiken. Hoe kun je nou mensen die als de drempel te hoog vindt, hoe kun je die nou overal om toch nog te doen wat dat ze beter voor hun is. En zodat ze wat meer, in ieder geval een klein beetje meer ruimte krijgt. Ik zou het niet weten. Mensen moeten het elkaar vertellen. Als mensen elkaar kennen, die moeten elkaar overhalen om hier te komen winkelen. Ik ga er niet achteraan natuurlijk. Daar heb ik ook de organisatie niet voor om dat te doen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar zo'n interview natuurlijk als dit is natuurlijk ook wel mooi natuurlijk. Dan kunnen mensen ook op die manier eens even kennis maken met de winkel. Ik bedoel, je ziet nu de achtergrond hier en ja, dan weten mensen ook waar ze naartoe gaan als ze hier komt. Ja, want die drempel die zal toch voor een bulte mensen nog wat leger moeten worden. Denk ik. Ja, ik kan het niet veranderen. Nee, toch als de mensen hier komt, voelt ze zich welkom? Ja, die mensen die hier zijn, denk ik wel. Dat die voelen zich welkom, maar die zijn ook een beetje een deel van de familie geworden. Hè? Die komen regelmatig, maar ze kunnen één keer in de 14 dagen kunnen ze hier langs komen. Dan moeten ze, als ze hier geweest zijn, maken ze weer een nieuwe afspraak. Dan kunnen ze over 14 dagen kunnen ze weer langs komen. Nou, sommige mensen maken daar veelvuldig gebruik van. Maar er zijn ook mensen die komen één keer in de twee maanden of twee keer in het jaar. Een keer op het moment dat de wintermode erin hangt en wanneer de zomermode erin hangt, komen ze één of twee keer komen ze winkelen. Dus het varieert een beetje van ja, wie dat is en hoe groot het gezin is. En de ene heeft wat minder schroom dan de andere. De ene is heel erg dankbaar op het moment dat ze een rode zakdoek en een sjaal en een dikke trui je weghaalt. Ja, dankjewel, dankjewel. En andere mensen, ja, die bent er wat makkelijker in. En dat zal altijd zo blijven. Is het altijd een combinatie kledingbank, voedselbank? Of is dat niet bekend? Nee, dat weet ik niet. De mensen die bij de voedselbank ingeschreven staan, die kunnen hier ook altijd terecht. Die kunnen ook bij de voedselbank kunnen ze een doorverwijzing krijgen. Maar dat zijn mensen die dus gescreend zijn en dus ook aan de armoedegrens zitten. Te weinig te besteden hebben, zeg maar, in de week. Dus ook bij de voedselbank kunnen ze de mensen doorverwijzen. En net als bij de gemeente, bij de sociale dienst. En dan moeten ze zelf maar bekijken of ze hier komen, ja of nee. Ik bedoel, Is er een leeftijdsgrens? Is er een minimum leeftijd of maximum leeftijd? Nee, maar daar hebben we nog nooit over gesproken. Jij vraagt dat nu, maar nee, wij gaan ervan uit dat een gezin, en of nou een moeder is van 18 jaar of van 16 jaar, dan maakt het niks uit. En die zijn hier allemaal welkom, met een klein kindje en meerdere kinderen. Dus we hebben het nodig over leeftijd gehad. Jij bent de eerste die erover begint nu. Nou ja, ik zit daar wel aan te denken, want die met allerlei
van allerlei kleding mee binnen hem. Dus als ik mijn opa stuur van 90 jaar, die moet net zo tevreden weer weg kunnen lopen, dan mijn buurmeisje van 4. Ja, maar goed, dat buurmeisje van 4, daar komt hij niet. Of die moet met een moeder komen. Ja. En die opa van 9, daar komt hij ook niet, want die heeft geen uitkering in de zin van de sociale dienst. Mensen die 65 plus bent, hebben in principe geen sociale dienstuitkering meer. Dus en dan ben je te sluiten. Ja, zo gaat dat niet. Zo gaan we. Vertel eens, Henk, hoe werkt dat nou? Als ik nou pensioentje heb, ik heb een AOW'tje en ik heb een pensioentje wat eigenlijk net te weinig is. Ja. Net te weinig. Dus ik kan mijn huur, mijn gaswaterlocht of mijn hypotheek gaswaterlocht, weet ik hoe als dat in elkaar steekt, dat kan ik dan net betalen. Ja. Maar het lukt mij niet meer om één keer in de twee maanden naar je broek te kopen. Ja, mag ik dan hier wel aankloppen? Dan mag je ook hier aankloppen. Maar ik koop ook iedere twee maanden geen nieuwe broek. Hè? Dus wat dat betreft kun je ook wel in een maand langer wachten. Ja, maar ik zit het de hele dag. Hè? Dat slet, ja, joh. Dat slet hard. Dat is hard. Aan te zeggen. Dat slet het door. Ja, maar dan moet je stil blijven zitten. Ja, dat gaat mij niet lukken, Henk. Dat gaat mij niet lukken. Maar dat is dus iets wat dus eigenlijk iedereen die verwijzing krijgt. En iedereen kan een aanvraag doen. Mensen die bij de sociale dienst zitten, die mogen gewoon bij de sociale dienst vragen van kan ik een verwijzing krijgen naar de kledingbank. Geef hem daar gewoon een formulier, die werkcoach. Geef een formulier mee, zet er een stempel op en haar naam. Dat we weten van wie heeft het doorverwezen. Gaat bij de voedselbank, gaat dat net zo. Soms word ik gewoon gebeld door een zorginstelling. Die zeggen, wij hebben een paar cliëntelen bij ons en die mogen eigenlijk ook wel wat nieuwe kleding hebben en die hebben het eigenlijk te weinig te besteden daarvoor. Mogen die doorverwijzen? Nou, dan zeggen we nooit geen nee. En hoe controleer je dat dan? Wij gaan ervan uit dat die mensen die ze doorverwijzen, dat die dat met de beste intentie doen. Wij zijn geen sociale dienst die een controleapparaat heeft van 20 mensen. We hebben gewoon geen controleapparaat. We hebben daar geen mensen voor. We zijn allemaal vrijwilligers. Op de eerlijkheid van de blauwe oog en omdat de drempel toch al hoog is, dan ga je ook de bruine oog en ook de grieze oog en de groene oog, heb ik ook gezien, die mag allemaal binnenstappen. Ja, als ze doorverwezen worden. Je kunt dus niet op eigen hol die zeg maar morgen vroeg hier aan de balie komen van ik wil graag kleding hebben. Dan zeggen we van wie heeft je doorverwezen? Ja, precies, precies. En bent het allemaal vrijwilligers die als je werkt? Ik ben allemaal vrijwilligers. Ik ben er ongeveer 30. We hebben nu een lijstje van 30 vrijwilligers. En er zijn erbij die komen één keer in de maand op een zaterdagmorgen, omdat die gewoon de hele week werken. Er zijn erbij die komen twee keer in de week bij wijze van spreken. Een keer in de morgen sorteren en de winkel helemaal weer opnieuw volhangen. En 's middags staan ze in de winkel. Dus het is een hele diversiteit. Sommigen die komen één keer in de week en de andere. Ja, dat is net hoe het hun zelf past in hun dagelijkse werkzaamheden, zeg maar. En meneer Henk Uring zelf dan? Heeft hij ook nog werk naast dit runnen van die kledingbank? Nee, ik ben een jaar of acht geleden hebben ze mij een ruzie gestuurd. En daarom ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En je haalt hier een heleboel te voldoening uit? Ik zal het vertellen, ik vind het mooi dat de mensen de kleding komt halen. Waar ik ook een boel voldoening uit heb. Dat is die vrijwilligers al met elkaar, die elkaar voor de tijd helemaal niet kennen. En er zijn sommigen bij, die zijn nou vriendinnen voor het leven. Ik bedoel, die vertellen elkaar dingen over hun persoonlijke levensding. Nou ja, dat geeft me ook een voldoening. Nou heb ik ook wel eens gehoord dat er een bultemeisje bent die gebruik hebt moeten maken van een kledingbank. Die zegt, ik had daar toen de tijd gebruik van moeten maken, maar ik kom er nog steeds, want ik ben vrijwilliger geworden. Die zijn er ook, ja. In het begin hadden we er nog meer vrijwilligers die dus gebruik maken van de kledingbank. Maar er zijn er nu nog steeds die ook bij de sociale dienst lopen. Ja, ik vind dat geen mooi woord, maar nee. Die nog hier steeds vrijwilliger zijn. Een stuk of 4, 5 denk ik van de 30. En wanneer bent jullie nou lust voor die mensen die als hier wat u het mag zoeken? We zijn woensdagsmiddags van 1:30 tot 4:30 binnen wij op afspraak binnen we lus. En op zaterdagmorgen van 9 tot 12:30.
Maar je moet wel even een afspraak in maken, want omdat je veel minder ruimte gekregen hebt, hebben we gewoon niet de mogelijkheid om zomaar 20 mensen binnen te laten. Dus we proberen ongeveer 3 per half uur te laten winkelen. En dat half uur dat is ook heel erg rekbaar, want het is een beetje afhankelijk van hoe druk het is. Dus we hebben een grens van een half uur, maar goed, als het niet zo druk is, mogen we 3 kwartier winkelen. Hoor. Dat, we sturen ze niet zo wel een minuut weg. En dit is de winkel? En dit is Themens magazijn? Of is er nog meer ruimte? Nee, dit is de winkel. We hebben hier nog een ruimte boven. We hebben een paar stoelen staan voor een kantine. En daar hebben we nog een beetje kleding staan. Maar het sorteren doen we aan de Galvanistraat. En de Galvanistraat is tegenover de champignonkwekerij door. En door ben ook altijd maandagsmorgens en woensdagsmorgens ben er een stuk of 6 vrouwen aan het uitzoeken. Welke kleding wel geschikt is voor de winkel, welke niet. En die doet het allemaal in bananendeuzen. En dan wordt er één keer in de week wordt er een paar auto's vol met bananendeuzen geladen. En die worden hier weer in de winkel gehangen. Dus dat is de ruimte die je hebt. Vind je dat genoeg of zeg je nou, voor mij mag we wel iets meer? Ja, komt er ook steeds meer aanloop naar de kledingbank? Ja, en dan gaan mensen die blijven weg. En er komen ook steeds nog wel nieuwe klanten binnen. Nieuwkomers onder andere. Wel minder dan er geweest is, maar er komen nog steeds nieuwkomers. Zeg maar, mensen die door de asielprocedures hier in Hogeveen terechtgekomen zijn. Komen hier ook in de winkel met een gezin. En de meesten die als graag kleding wil brengen, niet hier, maar naar de Galvanistraat. Galvanistraat of de kledingcontainer achter de kerkboerderij. Ja, het is nog geen kerkboerderij meer, maar aan de Korenstraat 43. Er staat een papiercontainer, maar er staat ook een kledingcontainer. Dus veel mensen weten hem prima te vinden hoor. Maar we zitten weer uit te kijken naar kleding voor de winter. Want over een paar maanden, we gaan straks eerst 3 weken dicht. En dan gaan we nog een maandje weer open. En dan gaan we op een gegeven moment de hele collectie weer wisselen naar de wintercollectie. Dus we zitten weer te vissen op winterkleding. Ja, precies. Nou kijkt er een heleboel naar dit gesprek. En er zullen ook vaste mensen bij zitten die dichter bij het vuur zitten van de gemeente. Heb je nou een vraag voor de gemeente? Wat als voor hoe belangrijk is, wat voor de kledingbank belangrijk is en wat voor de mensen belangrijk is? Nou ja, voor de kledingbank, wij zouden het alleen maar mooi vinden als we hier een kledingcontainer hier vlak voor de deur konden zetten. Dat mensen het hier weg kunnen brengen, zeg maar, die hier langs komen aan de fabrieksweg. En daar een kledingcontainer neer kunnen zetten. Maar ik weet niet of de gemeente daar wel zo happig op is, want die hebben al die kledingcontainers in Hogeveen, dat is allemaal verpacht. Aan een Kiesie of weet ik veel, Symphony. En daar past onze kledingcontainer past daar niet tussen. Regeltjes, hè. Bent jullie nou een concurrent van Humanitas? Mag ik dat zo zien? Humana heetten die bakken vroeger. Humanitas is wat anders. Humana, sorry? Humana, zo heette de kledingbank vroeger. En de kledingbakken die hier in Hogeveen stonden. Tegenwoordig is dat Symphony. En ik heb begrepen dat die naam weer wat veranderd is. Maar ik denk wel dat we een concurrent zijn. Of concurrent. Mensen, er zijn sommige mensen die gooien daar de kleding in. En andere mensen die zeggen, nou, we doen het aan de kledingbank. Dus het is beter naar de kledingbank? Of is het, maakt het niks uit? In beide gevallen komt die kleding weer goed terecht. En als het bij de kledingbank terechtkomt, dan komt het in ieder geval bij de Hogeveenders terecht. En de Hogeveenders, die hebben dan weer wat aan. Die krijgen dan weer mooiere kleding. En wij kunnen daar ook van leven, zeg maar. Een beetje geld voor de kleding die we dan over hebben, kunnen we dan weer verkopen. En zo is ons eigen bestaan gewaarborgd. En dan kunnen jullie de huur weer betalen. Gas, water, lucht. Ja. Kunnen jullie ook betalen. En dan de mensen die als het nodig hebt, dan kunnen die de deuren voor open doen. En de mensen die als wat te geven hebt, die kunnen het afgeven aan de Galvanistraat. Galvanistraat, ook bij de kerkboerderij. En als er oudere mensen bent, dan haal ik het gewoon van huis. Moet ze weer bellen. Telefoonnummer zien we op de website. En ik heb meestal de pieper in de buzen. En dan maak ik gewoon even een afspraak met de mensen, dan kom ik het ophalen. Kijk, dat is een heel mooi iets. Ja. Dat is echt een heel mooi iets. Dan weer de mensen, tenminste, waar ze terecht kan. Henk, ik vind het fantastisch dat hij me een duidelijke maken hebt wat de kledingbank is en voor wie het bedoeld is. En ik hoop voor jullie dat de kledingbank
langzamerhand overbodig wordt en dat de vrijwilligers het naar je plekken krijgt, want dan weten we één ding zeker, dan is er geen armoede meer in Hoogvinnen. Als de mensen hier niet meer komen, dan wordt het met de armoede wordt het beter. En ik hoop dat de conjunctuur weer een beetje aantrekt, dat weer veel mensen aan het werk komen. En, ja, en automatisch dan uitfaceren hier, zodat dan heet in ambtelijke taal. Laten we die wens u spreken. En dan hoop ik voor u dat hij nog heel veel voldoening haalt in dit werk. Dat als jullie vrijwilligers nog lang het werk blijven doen wat hier op dit moment nog is. En dat jullie langzamerhand uitkijkt naar ander werk. En misschien Henk Udding wil op de stadsbus. Op de stadsbus? Dan ga ik naar de AOW en... Dankjewel Henk. Hartelijk dank. Oké. Als ik iets niet wil doen, is chauffeur worden. Dankjewel.